En dan zie je dat hij de fuckboy van de buurt is. Tering. Zich op YouTube als een sletje voortzet. Als je als jonge meisje sletje noemt, dan weet je echt gewoon dat die gast geen sletjes kan krijgen. Zag YouTube! Hallo! Kijk eens. Dat is natuurlijk wel het positieve aan geen ontbijt. Het feit hebben dat je geen wekker moet zetten om daar op tijd te geraken. We hebben lekkere scrambled eggs. Lekker croissantjes gaan halen. Wel een pretzel. Momenteel zitten we in de bus naar ik weet niet waar. Er kan hier in Italië geen één kat Engels praten. Nee. Dus altijd als we zo vragen van ja, welke bus moeten we pakken naar de Monte Pellegrino. Toen we wilden ze Monte Pellegrino bewandelen vandaag. Dan leg je die altijd zo kei traag Italiaans uit zodat we dat dan gaan verstaan. Maar we kunnen geen Italiaans. Het plan is eigenlijk de Monte Pellegrino. Klimmen. Want... Die gaat sparten. Maar ik heb nu al spijt dat we dit plan hebben gedaan. Want... Helemaal daar naar boven. De klim is officieel van start. En dan gaan we zo kronkelen tot bij de hele boven. Kleine update. Dat is wel mooier, hè? Maar ik vind het wel leuk. Maar het is goed dat we goed zijn uitgeslapen, want... Echt, letterlijk. We hebben tot middag geslapen gewoon. Daar om de wereld te veroveren, dat sowieso. Maar deze berg is wel gewoon intens. We moeten gewoon op je eigen tempo doen. Maar ik zit al heel veel een handje in de lucht. Maar ik vroeg dat toch niet om. Ja, maar je waat wel. Nee, ik zei geen nee toen je het zei. Oh, mensen gaan ons voorbij steken, dus we gaan het snel gaan. We dachten dat we naar daar gingen gaan, maar... Het is nog hoger. Smiegel wants precious. Ladies and gentlemen, we zijn aangekomen. Monte Pellegrino. Water. Oké, we gaan heerlijk eerst water atten. En dan gaan we zien wat er hier nog is. IJsje gaan, maar Mietse zegt dat dat in bakken moet zijn, anders is dat niet lekker. In zo'n bakken, blijkbaar is het ijs aan beetje. Maar het is zo. Ik was niet mee bezig, ik heb gewoon op TikTok gezien dat het dan lekkerder is, dat dat echter ijs is. Ja, ze vroegen dus van, wilt je in een... horentje? Een horentje? Of in een brioche? Dat is zo'n broodje zo, een pita broodje met een brioche meer, sandwich. Ja. Daar ze van. Ijs in een brioche. Ik zei zo'n horentje en dan vroeg ik wel van, what's the best? Wat is het beste? En zei toch wel brioche. Maar waarschijnlijk is dat gewoon het duurste, want mensen zeggen altijd gewoon het beste verkoopt. Maar ik ben wel heel benieuwd op zich, want een sandwich of een soort van brioche met ijs in, heb ik nog nooit geprobeerd. Ik heb chocolade en aardbeien genomen, en jij? Koffie en stracciatelli. Want er was geen vanille. Normaal zou ik altijd vanille nemen. Maar mensen dat vanille pakken, sorry, maar ik begrijp jullie echt niet. Er zijn zoveel lekkere smaken. Vanille is het beste. Vanille. Dat is echt gewoon het beste. Maar jij bent ook zo met chips. Je hebt dan 10.000 lekkere chips en heb ik dan zoute chips. Ja, zoute chips altijd. Ik vind dat niet vieze zoute chips, maar je hebt zoveel mogelijkheden. Dan pak je zout. Maar Mietse, jij neemt ketchup chips. We gaan nooit op hetzelfde vlak zijn. Maar dat is ketchup goed. Ketchup chips is echt wel het beste hoor. En kroep ook. Ja. Maar ik kan mensen vanille ijs pakken. Mensen vanille ijs eten zijn echt gewoon saai. Oké, dit is iets voor de comments, want ik wil echt iets horen. Nemen jullie eerder vanille ijs of een smaakje zoals chocolade of zo? En bij chips, nemen jullie eerder gewoon normale zoute chips of... Iets lekker. Ketchup chips of zo, of iets anders gewoon, ja, inderdaad. Laat weten in de comments, ik ben heel benieuwd. Het zegt veel over je persoonlijkheid. Ik wil echt gewoon dat moet zijn. Ik snap gewoon niet, als er zo'n assortiment is, dat je dat pakt. Allee. Dat is gewoon het beste, je kan niet verkeerd gaan. We hebben onze ijsjes gekregen, dus dat is eigenlijk zo'n brioche met ijs. En nu is het ook wel echt goed uiteindelijk. Ons eerste ijsje hier in Italië. En ze vroegen ook voor een video, aan elk klant vragen ze een video. Voor de socials. Ja, we zeiden, we hebben al een beetje ervaring met social media. Dus zeiden, we hebben ons moment gepakt, we hebben gezegd van, oh damn. We hebben echt gewoon poses gestraaid gewoon. Beetje overweldigd door al die dingen hier zo. Leuk hè? Ze zeggen hier Aperol Spritz. Hier moet je komen natuurlijk voor de Aperol Spritz. Dus gaan we lekker proeven. En dan hebben we zelf een concertje bij natuurlijk. Hè. There you go. Santé. Spritzen. Mietse. Mietse drinkt spritzen. Gewoon. Mensen vragen me heel dat ik wil eten, maar ik wil gewoon naar mijn huis. Dat kind krijgt natuurlijk. Palmboompjes. We zijn in de Caribbean beland opeens. Je moet je weten, man. Dat is lastig. We gaan eens op een video reageren van Leslie. Eén dag is één kledingstuk uitdoen. Challenge. Borstvergroting laten doen. Waarheid of doen. Drink als je ooit een orgasme hebt gehad. Het was gefaked. Ik denk dat het wel duidelijk is waar deze video over gaat. Het gaat natuurlijk over Matthias en Mietse. Het welbekende Vlaamse kanaal dat video's maakt. Mom, I made it! Zoiets, ik heb famous!
Mensen die Matthias en Mitsen niet kennen. Matthias en Mitsen is een kanaal dat bekend is geworden door TikToks zoals Ik kan het wel gewoon zuigen. Is die van u eigenlijk groot? Het is gewoon te groot. Deze positie heb ik nog nooit gedaan. Welk gaatje gaat zij boren? Die is echt underrated. Die guy in de achterbek. Is underrated, ja. Fucking legend. Holy shit. Elke video is fucked. In ieder geval, laten we even kijken wat voor kwaliteit content dit is. Het pakt toch aardig wat views, dus dan ben ik toch benieuwd. Video's die niet half zitten online. Yo, YouTube! Holy shit, ik snap het gelijk. De briljante belichting, de briljante camera kwaliteit, de lengte van de video. Dit verdient inderdaad views. We gaan een try not to love doen. Maar de catch is, elke keer als we lachen moeten we een kledingstuk uitdoen. We gaan reageren op TikToks. Ik zal jullie alvast helpen. Het is niet grappig, maar ze lachen om alles. Maar laat ze niet zo gemeen doen. Er zullen vast wel grappige dingen tussen zitten. Hier, jou dan. Ik hou me gewoon van dieren. Wij halen keert van dieren, ja. Sorry, maar als je niet moet lachen om dieren, ben je echt gewoon een psycho. Dan ben je echt gewoon hartloos. Ik heb meer gelachen met die dieren dan met jouw video. Ja, ze houdt gewoon van dieren. Ik hou me gewoon van dieren. Mitsu, waarom ben je zo ongemakkelijk? Je ziet geen tieten. Gefeliciteerd jongens, jullie hebben je 3,5 minuut van je leven verspild. Maar gelukkig doen ze niet alleen maar de cringy kledingstuk uit video's, maar ook 50 Shades of Mattia. Van alle video's. Van alle video's neem jij een video van 7 maanden geleden. Maar je merkt wel, hij is echt naar de verste video's gezet. Ik denk dat hij stiekem gewoon fan is van een nieuwe video. Ja, natuurlijk, als je moet roosten, moet je natuurlijk het slechte nemen in je kanaal. Dus ik snap het. Geen, maar we zijn nog aan het zoeken. Wat we wouden doen? Nu weten we dat dat daily vloggen is en dat we vloggen leuk vinden. Check deze pak gewoon. Dat is wel een mooi pak. Niemand gaat ooit in een video een pak aandoen. We hebben het gewoon gedaan. Het was een parodie trouwens van 50 Shades als je nog niet door had. Ik ken mensen. Het is een super goed geacteerde sketch. Natuurlijk. Je moet stoppen. Altijd toch. Zie maar, hij weet het. Het is een super goed geacteerde sketch. Hij heeft ook voor talent. Je moet stoppen met op je lip te bijten. Weet je wat er gebeurt als je op je lip bijt? Ik denk dat we daar ook genoeg van hebben gezien. Zeg maar, we hebben allemaal wel eens een keer seksueel getinte video's gezien op YouTube of op TikTok. Dat gebeurt gewoon. Iedereen doet dat wel eens een keer voor de views. Kijk naar een Gio, kijk naar een Harm, kijk naar al die mensen die ik al vaker heb uitgelachen met video's dat ze hun vriendin gebruiken voor views. Exact. Zie, veel mensen doen dat, maar geven het niet eerlijk toe. Wij komen er tenminste eerlijk voor uit dat we dat effectief... Maar dat is gewoon onze niche en we zijn er voor de grap gewoon mee verder gegaan omdat mensen dat blijkbaar... Leuk of grappig vonden. Wij zijn daar gewoon eerlijk over. Zeker. Maar dit is echt insane. Als in, we scrollen gewoon door deze page. En er is geen enkele video die niet iets seksueel getint heeft. Het is echt niet te doen gewoon. Kijk die guy in de bek. Hij vindt het oké. Maar hij heeft niet dan niet al onze video's gekeken. Hij is denk ik door de populairste gescrollt en dan. Want die... Ja, het is inderdaad waar je zegt, die pakken uiteindelijk het meeste views. Dat heb ik al gezegd, hij pakt gewoon de oudste video's. Ja, dat is logisch natuurlijk. En het zijn ook zulke low effort kwaliteitloze video's, dan gebruiken we gewoon seks als een main clickbait ding. Nou, het voordeel is in ieder geval wel dat de kanaal hartstikke dood is, want ze hebben wel 66.000 abonnees. Maar alsnog krijgen ze na een dag maar 1000 views op een video. Ik denk dat iedereen dat iets kent van YouTube, dat wel logisch is dat je weet dat als je dagelijks video's maakt, dat je niet elke keer 66k kan halen. En we zijn denk je dat we elke dag tijd hebben voor een banger te maken? Mikkel edits en shit. Ik weet niet eens hoe ik tijd heb voor u eigenlijk. Sommige video's na een week. Ze moeten het echt doen van de seksuele clickbait en de kleine kindjes die erop klikken. In ieder geval laten we ook even kijken hoe een Insta eruit ziet. Dat vind ik toch ook wel even belangrijk. Yeah. En dan gaan we eerst naar die van Matthias, mijn grote Mattie natuurlijk. En dan zie je dat hij de fuckboy van de buurt is. Tering, Matthias, je kan er goed uitzien, maar... Hey yo, dat is Thailand! Ja, dikke throwback man. Ja. Yeah. Tussen de olifantjes. Tussen de olifantjes. Hoezo fuckboy van de buurt? Ja, hij is echt geen fuck. What the fuck? Ik heb hem al 3 jaar in vriendin. Hey, dat is ook zijn job geweest, hij is model geweest, dus dat is toch logisch. Maar zover heeft hij zijn luister. En trouwens, ik ga nog iets zeggen, want ik denk dat je niet in die niche bent. Maar als jij traint voor je lichaam, dan is de bedoeling dat je fier bent op je lichaam. Hè? Dus dat mag getoond worden. Ja, je traint niet fucking hard elke dag in de gym, om dan niet een beetje te mogen tonen. Leslie, je moet trots zijn op jezelf. Je moet confident zijn.
Misschien moeten we eens op zijn Insta kijken wat hij toont van zichzelf. Of dat hij confident is over zichzelf. Ja. Wacht, oh. Is dat privé? Nee, hij heeft geen bericht. De fuckboy van de buurt is. Tering. Matthias, je kan er goed uitzien, maar dat haalt de cringe niet weg. Dat haalt niet het feit weg dat je ouders zich waarschijnlijk helemaal doodschaam. Zijn mijn ouders trots? Tuurlijk. Ze zijn heel, heel trots. Maar het is ook te hopen als je ooit ouder wordt en een kind krijgt, ga je toch je kind in alles moeten supporten. Dus het zou erg zijn absoluut. Als je kind niet support. Als mijn droom is om cringe te zijn en een fuckboy van de buurt, dan mag dat toch gewoon. Als jouw droom is om foto's op Insta te posten, dan moet dat geen drempel zijn om je eerste foto te posten. Nee. Doe het gewoon. Ja. Kom aan, Leslie. Dan laat niet het feit weg dat je leg day skipt. Maar heel grappig, als het dan naar Mitsen de account gaat, dan zij zich op YouTube als een sletje voortzet. Sorry, maar als je als jonge meisje sletje noemt, dan weet je echt gewoon dat die gast geen sletjes kan krijgen. Want geen één deftige gast noemt een meid sletje. Gaat, dat zij zich op YouTube als een sletje voortzet, is de Insta pittig normaal. Het is niet zo erg als Matthias in ieder geval. En dan doen we toch denken dat Matthias ergens het brein achter deze operatie. Ik ben niet de fuckboy van de buurt, damn. Hey, hij heeft gewoon door dat ik de brein ben nu gewoon. Ja, ik word gebruikt. Hij heeft gewoon die analytics bril gepakt gewoon. Hij heeft gewoon die kanaal gezien, die Instagram en zo. Dacht van, dat is de maar, brein. Je gaat mijn kanaal en je volgt me niet even. Kom op man. Doe ik daarvoor al die moeite om die foto's te posten? Dat hij de YouTuber boyfriend is die zijn vriendin gebruikt voor views. En wat me dan ook heel erg grappig lijkt is als het ooit uitgaat, dat geen enkele idioot met een van jullie een relatie wil, omdat jullie zo op YouTube neerzetten. Dat denk je. Je hebt mijn DM nog niet gezien hoor, man. Gebruik je voor views? Ja. Sorry. Je moet je zo'n hint geven, zo. Zo knipper twee keer als je gebaar bent, zo. Ik geef eerlijk toe, Leslie, en de rest dat iets wat wij bijvoorbeeld 2 jaar geleden hebben gefilmd, waar ik toen achter stond, dat ik daar nu niet meer zo achter sta, dat geef ik eerlijk toe. En daarom maken wij nu ook dagelijkse vlogs. Check ze dus zeker check ze out om 5 uur elke dag online. Maar deze positie heb ik nog nooit gedaan. Als je benen nog wat meer spreidt, dan kan ik mijn hand daartussen doen. Ja, nu hand op rood. Rood. Ah, ja. Voilà. Allee, de volgende. Dat is wel echt een pijn. Maar je hebt wel de goede eruit gekozen. Views kunnen krijgen is door hun vriendin half naakt op YouTube neer te zetten alsof het een OnlyFans of een Pornhub account is. Like jongens, ik weet dat jullie zijn niet zo creatief en jullie zijn niet zo grappig. En het enige wat jullie eigenlijk hebben is je look. Wij zijn niet creatief, maar reageren op andere YouTubers is wel creatief. Dat is, je pakt gewoon in andermans content en reageert erop. Ja, we zijn echt niet creatief. Misschien moeten we iets nieuws komen. Misschien moet ik een kledingstuk uit doen. Monstertje ook niet eens. Dus je moet iets kunnen doen. Maar is dit het? Jezelf en je vriendin vernederen voor views? Is dat serieus de manier? Zou je dit graag aan je kinderen willen laten zien? Als jij zo meteen 35 bent, een kind hebt, kind gaat YouTube kijken. Zou jij... Lana Rhodes heeft ook een kind. Ik denk dat het erger kan. Zou jij dan trots zijn als jouw kind 1 kill is 1 kledingstuk uit van jou? Tuurlijk zijn wij trots. Wij jagen onze droom achterna. En dat is iets waar je trots moet zijn. Net zoals ja. Hij doet. Hij probeert ook YouTube-video's te maken. Ja, lekker bezig. Dus bezig. Ja, inderdaad. Ja. Wees ik trots op jezelf. Ik hoop dat je er iets aan hebt aan onze video. Uit. Ik weet niet. Ik denk niet dat ik heel erg trots zou zijn op mezelf. Als ik merk dat mijn kinderen zulke video's van mij op het internet zagen. Maar dan moet je dat ook helemaal niet doen. Doe gewoon je eigen ding. Oké, dat was het denk ik. Nou, toffe video, joh, pik. Ja, de Italianen kunnen er effectief wat van. Ze zeiden echt heel veel van, ja, je moet een lasagne pakken, die is mega lekker en hij is wel echt... Ik heb ook een prachtig pizzatje. Je zou denken, een ronde pizza, maar blijkbaar niet. We hebben lekker gegeten en het is al 2 dagen geleden, alleen 1 dag geleden, dat we nog een comment van de dag hebben gedaan en dat jullie toch zo'n toppers zijn die deze cringe couple supporten. Gaan we er vandaag dus 2 doen. En de eerste was over dus mijn valies was gestolen. Mitsi, je hebt echt een gave mentaliteit en je bent een sterke persoonlijkheid. Rock on. Dus dat is wel lief, hè? Kijk, grappig. Dus we kwamen in ons appartement en we dachten dat dat zo een klein lavabootje zo op de grond. Maar ja, maar ik weet wel dat dat, ja, dat is niet. Wist ik dat? Dat is niet om je vrienden. Thank you. Oh, thank you. Nee, dat is niet om je vrienden was. Oké, laat het nog eens weten in de comments. Net gaan betalen, maar storytime. Hebben zo 5 euro te veel betaald. Ik zeg ze van, wat staat daar van boven? Zo'n Italiaans, zo, coperto of zoiets. En ja, staat er. En ik vroeg ze, wat is dat coperto? Die zegt zo, service. Dus je betaalt. Ik zo, wat? Dus je betaalt extra voor een service dat je krijgt. Dus ik heb gewoon verplicht voor in Italië. Dat echt gewoon, fuck. Ja, ik vind het niet erg, want ik geef sowieso vaak voor als ik betaal. Maar je moet mensen niet verplichten om voor. Ja, want als je, stel je zegt van, oké, ik heb net genoeg voor 2 pizza's,
En dan rekent hij 5 euro meer aan voor service. Sorry, maar mensen gaan niet lachen. Hè? Ja, ik heb nog nooit gezien dat je 5 euro betaalt voor de service. Appeltjes en appeltjes. Maar dat is geen appeltjes. En peren en peren. En mandarijnen en mandarijnen. Het is echt zoiets, een ding hier. Dat is zo'n frituurd ding. En we gaan taste testen. Oh. Hoe is rijst in, jongen? Ja, dat is rijst. Daarmee eindigen we deze prachtige dag. En wil jij de stok vasthouden deze keer? Okay, dan goed. Zullen we ook deze video afsluiten. Hè? Heel erg bedankt om te kijken. Wij zien jullie morgen terug om 5 uur voor een nieuwe Sicilië vlog. Morgen aan het strand. En morgen Omigo. Ah ja. En dan zeggen wij, Matthias. En Mitsen. Out.